Hey gasten van Het Gamekanaal, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag, jongens, gaan we weer een dienst doen in Fiverr als Kamar. We gaan eens even kijken wat deze dienst ons gaat brengen. Ben je nou nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker even. Want bij de 6000 abonnees geef ik 6000 Robux weg. En we hoeven er nog maar een aantal. Toen ik gisteren keek bij het opnemen van de video, hoefden we er nog 80 of zo. En het zijn er nu nog 70. Dus ja, we gaan enorm hard. Dus vergeet niet even te abonneren en de video te liken. Daar maak je mij heel blij mee. En dan gaan we nu snel de dienst starten, jongens. Laten we gaan. Let's go! Wat is dit? Die auto die stopt letterlijk. Kijk, daar is de Kamarpost. We rijden gewoon rustig weg. Deze man rijdt met zijn RS. Oh nee, wat is het? Oh ja, ik kon het niet zien. Maar hij schiet me ineens random uit die wagen, jongen. Ik ben hier vorige keer ben ik hier een half uur mee bezig geweest. Omdat ik constant werd doodgeschoten. Nou, we komen dus nu in de shootout terecht. Van die gasten die mij dus de hele tijd schieten. Nou, we gaan eens kijken wat we hier tegen gaan doen. Nou, we zitten nu weer in een nieuwe shootout. Een van die gasten is in ieder geval dood. De hele tijd die shootout, jongen. Ik heb het idee dat ik in een arsenal zit, joh. Gefocust klusje dit. Kunnen we al, we kunnen geen backup op. Oh, mijn collega is in ieder geval neer. Maar we leven nog. Laten we gewoon deze pakken, want het gaat niet opschieten anders. Zo, hij is neer. Oké, snel de AED. Even kijken hoor. AED, hier zo, click to equip. Man. Oh, dit was een woud. Daarom kon ik hem niet neerschieten. Wat een gast. Nou. Hoppa, hij leeft weer. Zo. Nou. Laten we maar eens even kijken wat hij had. Kunnen we daar nog wat mee? Eens even kijken. Ze konden mij net blijkbaar looten. Dus dan ben ik heel benieuwd of ik hem ook kan looten. Of ik zijn wapen af kan pakken. Even kijken. Hé, hey, maatje. Ja, daar lig je dan. Ja, ik kan hem reviven. Ja, weet je, we gaan hem gewoon naar de gevangenis brengen. Hey, maat. Hey, je mag wel blijven staan, vriend. Hey, hallo. Goed zo. Zo. Huppa, hij gaat mee. Zo. Hoezo krijg ik nou weer min 5 voor gun abuse? Hey. Dankjewel, man. Hoppa! Nee, ik heb hem gerevived. Hoe heet het? Geïdate. Het is geen nieuw life. Hahaha. Nou, eens even kijken of we er nog wat moois van kunnen maken. In ieder geval kreeg ik mijn kankermoeder naar me toe. Altijd lekker. Kijk, ik hoor je schoten en ik zie in de porto op het dak staan ze te schieten. Dus we gaan eens even kijken. Even kijken hoor, de autoshop. Dat is aan de andere kant. Ik was naar de prison toe gereden. Even kijken hoor. Car dealership. Oh. Oh ja, dus door elk dingetje kan ik heen rijden. Maar door zo'n dingetje dan weer niet, hè. Even kijken hoor. Dealership. Hoppa, deze kant. Oh, dat is daar. Ik zie daar ook een wouterwagen staan, dus het zal daar wel zijn. Hoppa. We waren even gecrashed. Maar we rijden weer. Kijk. Daarnaast zit nog een shooting. Eens even kijken, wat hebben we? Oh, dit is op het dak. Hier zo, daar staat hij. Nou, daar gaan we hoor. Toep, toep. En dan zie ik hem niet meer. Oh,
een headshot. Goed, we leven weer voor de derde keer inmiddels. We gaan eens kijken wat we nu weer meegemaken. Even kijken of we nog in de shootout terechtkomen. Want er zijn er blijkbaar genoeg. Nou, dan rijden we maar even een rondje door de haven om te kijken of we hier nog wat leuk zien. Vallen hier wel allemaal mensen ineens uit de lucht. Maar ik denk niet dat dat iets met ons te maken heeft. Oh, kijk. En gelijk. Oh ja. Hoppa. Ah ja. Hoppa. Ja, wapen leeg. Oh ja. En in de green zone campen, hè. Waterjong. Hé, hey man. Ik had hem. Nou, we rijden weer voor de zoveelste keer. Kijk, dit Porsche dan. Dat kennen we ondertussen wel. Weet je, we gaan maar gewoon maaien. Even kijken. Zorgen dat we de wapens gereload hebben. Want we moeten niet met lege wapens aankomen. Zo, AED doen we ook niet meer. We schieten ze allemaal verrot. Op het moment dat ik één iemand verdachte zie. Hoppa. Als iemand me even uitlegt waar alle locaties zijn voor burger. Dan gaan we volgende keer wel een stel agenten maaien. Want ja, als agent word je eigenlijk alleen maar neergemaaid. Ja, nou, we hebben er eentje hoor. Oh. Hier zo. Ja, ik zag jou een wapen pakken. Ah, hier zit die blauwe. Ja, kufs, kufs. Ik heb hem. Ah, hij heeft zijn wapen opzij gelegd. Wat een jong. Dan maar dood. RDM mag niet, nee. Hij heeft zijn wapen teruggestest. God, zo. Dus je kan ze alleen killen als ze een wapen hebben. Een klote, jongens. Nou, we hebben weer een nieuwe shootmelding, dus daar gaan we maar heen. Nou, hier ligt inderdaad iemand dood. Maar voor de rest zie ik hier niemand liggen. Oh, we worden nu letterlijk beschoten. Oh. Dus deze. Ja, deze meneer is al dood, hoor. Hey. Wat hebben we hier aan? Wat gebeurt er als ik hier op klik? Oh, dan kunnen we zien van wie die monitory... Dus hier zit die Money Factory. Wat is deze Mini Cooper ook? Immens ding. Hele kleine wieltjes. En zijn banden zijn lek. Hey, een nieuwe marktplaatsadvertentie. Nou, misschien kunnen we er nog wat mee. Hoe open ik die telefoon ook alweer? Hier zo, even kijken. Marktplaats. Over 2 ton. Dat heb ik niet. Besef me nu. Nou, er is niet heel veel boeiends. Nou ja, jongens, in ieder geval. Wij gaan lekker terug richting de post. Is genoeg geschoten vandaag. We komen weer met een, ja, hoe moet ik zeggen, een half ziekenhuis thuis. Aan verbanddozen en weet ik het wat allemaal. Het was chaos. Ik vraag me echt af of dit een beetje altijd zo is. Want dan speel ik inderdaad lieve burger als ik dan... Oh ja, rij anders bewust op me in. Ja, nou rij ik bewust op jou in. Hey. Accept. We zitten in een pursuit. Ik zag hem. Ik ben hem alleen kwijt. Nou, het zal wel. Gaan we toch maar weer terug. Ja, nee, helaas. Dus ik denk dat ik volgende keer gewoon lekker burger ga. Dan gaan we dan wel even maaien of wiet plukken. Of even kijken wat we kunnen vinden voor burger. Zal vast wel iets leuks te doen zijn. Maar nee, maar of politie, dat wordt hem niet. Het is niet echt, ja, het is meer een grind server. En ik speel eigenlijk vooral roleplay. Dit, ja, ik vind het een beetje lastig. Dit is... Ja, dit is verreweg van roleplay, zeg maar. Is dit nou onze commandpost? Ja, toch? Ja, kijk. Dan gaan we hem hier zo neerzetten.
wil ik jullie even bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zou ik zeggen, zoals ik eigenlijk altijd zeg, tot de volgende... Oh, wacht. En vergeet niet even te abonneren. Want bij die 6000 abonnees, 6000 Robux, wil je daar kans op maken, leg ik dan uit hoe het moet. En we worden op het laatst nog even doodgeschoten. Altijd chill. Hoppa, daar gaan we weer. Echt helemaal kut. Gewoon 5 keer doodgeschoten in een kwartier tijd. Ik ga lekker de server lieven. Ik heb er wel weer genoeg van gehad na deze video, jongens. Bedankt voor het kijken. Laters.